zijn de laatste loodjes voor de trekker. Dit zijn echt de laatste loodjes. Straks gaat het beginnen. Ja? Oké. Okay. Ja, dit zijn de laatste loodjes, Jan. Nou, direct het concert van Harmonie, daar starten we mee. Ja. En dan hebben we, daarna hebben we vanmiddag gehoord Daaps en twee vooraf, die, ja, die komen net even wat gezellig uit. Het is alleen te hopen dat het weer ons niet in de steek laat. Ja. Dames en heren, nogmaals welkom bij ons optreden bij Kaarschot in het kader van Harmonie on Tour. Kort gezegd, hot. Nou, deze dag is hot begonnen. Laten we hopen dat het ook hot, niet nodig. Laten we hopen dat hij ook hot eindigt. Wij gaan er in ieder geval aan meewerken. John, het is ons een eer om hier te gast te mogen zijn. We gaan er iets geweldigs van maken. Ik ben net bij de waarzegster geweest en die heeft me verzekerd dat het goed komt met het weer. Nou, als het niet zo is, dan kunnen we wel inpakken, want dan wordt het van de rest ook van een dag niks meer. Ik sta hier op de Kaarschotse kermis, het is hier kei gezellig en ik sta hier naast Tom en Twan. Twan, wat is jouw functie vandaag hier? Ik zou zorgen voor de PR, gedeeld mensen om ontvangen en te woord te staan. Ja, wij doen dit voor de derde keer Kaarschotse kermis. En ja, zoals je ziet is hier een geweldige opkomst en ja, we hebben een mooi weer, de weergoden zijn met ons mee. Ja. En ja, we gaan er toch weer een heel mooi feest van maken. Ja, want het was even aan het regenen vanochtend, maar nou klaart het helemaal op. Ja, we hebben een klein buikje gehad inderdaad, maar ja, het was toevallig net een beetje in de pauze. Vanmorgen hadden we de boekenbeurs, die ging geweldig goed. En nou beginnen we net met de trekker-trek, dus het begint wel goed weer te worden, dus ideaal. En wat is jouw functie, Tom, vandaag? Ja, ze hebben mij een klein beetje tot voorzitter gebombardeerd van de commissie van de Kaarschotse kermis. Maar we proberen gewoon met een clubje hier leuk te organiseren. Met vooral de opbrengsten voor het 50-jarig bestaan uiteindelijk voor onze buurt in 2012. Ja. Wat gaat er volgend jaar gebeuren, weet je het al? Nou, ik denk dat we het, als het nou weer goed gaat, en daar lijkt het wel heel erg goed op, dat we het volgend jaar gewoon weer gaan doen. Nieuwe dingen erbij? Nou, we kunnen nou ook golven hier, zag ik? Ja, we hebben inderdaad golf experience erbij. Nou, mannen kunnen allemaal balletjes slaan, binnen, buiten hebben we het geprobeerd. Volgend jaar denk ik dat we iets meer kermisachtige attracties erbij doen. Vorig jaar hebben we een kop van Jut gehad en van het jaar is hij helaas niet aanwezig geweest, maar ik denk dat we die volgend jaar wel weer hebben. Hoe gaat het bij de bedrijven waar ze langs kunnen? De bedrijven zijn van het jaar weer eens net iets anders. Het zijn vissen en vogels. En goed, die zijn ook druk bezocht van de morgen. En ja, de mensen waren heel erg enthousiast over de bedrijven. En de mensen die het doen, die zijn ook geweldig enthousiast van dat er toch zoveel mensen ook niet weten wat er eigenlijk in de buurt speelt. Of wat er in de buurt allemaal te zien is. En het is gewoon geweldig ook. En, ik sta hier naast Rob. Rob, wat fijn wat we bij jou even bij jou roggen tentoonstelling. Is het, kan ik dat zo zeggen? Ja, het is eigenlijk een verzameling van roggen eigenlijk. Ja. Hè? En, zoetwaterroggen. Ja, het is puur een hobby. Het is puur hobby. Ja. Ja. En hoe kom je nou op zo'n hobby? Dat vraagt iedereen eigenlijk. Ja. Ja, ik heb heel mijn leven eigenlijk al aquariums gehouden. Ja. En dat gaat steeds verder. En je probeert steeds moeilijkere vissen te houden. En op een gegeven moment kom je bij roggen uit eigenlijk. Ja. Dus ja, zo is het eigenlijk gekomen. En kweek je ze dan ook zelf? Ik kweek ze wel, ja. Ik had een maandje geleden denk ik 11 jongen of zo van verschillende roggen. En
Ja, die worden weer door heel Europa dan. Zijn er altijd liefhebbers die daarop zitten te wachten eigenlijk. Ja, ja. Dus er is al een wachtlijst voor eigenlijk. Die heb je hier nog wel in de kraamkamer? Ik heb er wel een paar, ja. Maar ja, de honden zitten er nou, dus daar kunnen we even niet naartoe. Nee. En hoe groot zijn die jonkies dan? Die roggen zijn levendbarend. Ja. En de kleine rogjes zijn een centimeter of 10. Oh, dat is best wel goed. Dus, en dat ligt een beetje aan de soort, hoeveel er eigenlijk geboren worden. En hoeveel... Worden. Je hebt soorten die geven er maar 2. Maar je hebt ook soorten die geven er... 12 is ook wel mogelijk. Ja. De meeste geven er rond de 6, 8 jongen of zo. Dus, Dan ben ik wel eens bij het dolfinarium geweest. En dan kan je ze aaien. Dat kan hier ook. Ja? Alles is een kwestie van tam maken. Ja. He, dus als jij eten geeft en je laat ze eerst goed, hetzelfde met kooikarpers. Ja. Als je ze eerst honger laat lijden en dan ga je langzaam wat geven, dan komen die vissen vanzelf op een gegeven moment wel naar je toe. Ja, dus het is gewoon een kwestie van... De hond van Pavlov. Juist, ja, inderdaad. Ja. Maar wil je nog meer uit? Nou, kweken, weet je, je wil altijd bepaalde combinaties kweken. En ja, dat probeer je dan natuurlijk. Hè. Ja. En, zit er ook een illegale handel bij of hele gemene dingen? Nou, er is natuurlijk vanuit Brazilië, sommige soorten mogen niet geïmporteerd worden. En dat gebeurt wel eens, maar maar daarom is het wel goed dat ze natuurlijk ook nagekweekt worden. Hè. Dan halen ze, die vissen zijn natuurlijk in de natuur niet echt heel veel voorradig meer, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Want ze vangen alles wat los en vast komt. Zitten ze nog wel in de vrije natuur? Jawel. Maar als dat hierheen komt, hè, en ik weet dat zeg maar, als ze gevangen worden, ze worden in de Amazone gevangen. Kilometers of honderden kilometers in het rivierengebied natuurlijk. En dan gaan ze naar de verdeelcentra's. Ja. En 80-90% is dan al dood. Ach. Dus voordat ze verscheept worden, om 10 roggen hier te krijgen, zijn er misschien wel 100 gestorven. Zo, zeg. Dus ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, zeker niet. Ja. Kan je roggen ook eten? Ik ken wel roggenbrood, hè? Maar... Nou, ik denk dat ze in Brazilië wel eten natuurlijk, maar ja, hier is dat geen scholletjes. Hè. Ja, je staat vergelijk met een school, hè. Dus het zal best wel te eten zijn, maar goed. En als je die roggen bij die hier in de vijver? Dat gaat niet, hè. Het zijn tropische vissen natuurlijk. Okay. Dus dat water is 30 graden en in de vijver is het natuurlijk in de winter, dus dat kunnen ze echt niet tegen. Nee. Heb je vandaag al veel bezoek gehad? Ja, we hebben redelijk wat mensen gehad inderdaad. Dus de mensen die staan er versteld van dat iemand dat natuurlijk thuis heeft. Ja. Ja, goed, dat is wel leuk dan natuurlijk. Ja. Hè, dat mensen daar enthousiast over zijn. Ja. Nou, ik hoop dat we nog een keer terug mogen kijken. Ja? En ja. Is goed. Dankjewel. Oké, graag gedaan. Thank you.
Fietsen weg erachter! Twee! In Dingemar! Hey, hey, get up! Is ze nou in iedere klas? En wat zal ik zitten eigenlijk? Rust van Kappersjoen! Ik ga even schuilen bij Dingemar, jongens. Gefeliciteerd. 11 juli hebben ze ook een zeskamp. Gefeliciteerd. In de Y, Huron met Capelleke. De Bogenaar, de Sneeuwen.